gemeente op basis van de uniekheid van het concept een vraagstuk dat maatschappelijk en economisch toch van belang is. En we zeggen, er is ook al een gat in de markt, maar we hebben ook gezegd, denk aan het verdienmodel. En daartoe zijn we gekomen bij de student-ondernemer van het jaar van de gemeente Hardenberg en van de gemeente Ommen, de Code Fathers. En toch kan er maar één de standen van het jaar zijn. En dat hebben wij gedaan op de gronden van schaalbaarheid. Dat we hebben gezegd van wat zit daar nou voor potentie in om het groter te maken. Wat ook weer van belang is voor onze regio. In de zin van werkgelegenheid, in de zin van meer economie. We hebben gekeken naar het onderdeel duurzaamheid, groeipotentie zoals ik al zei. En een vorm van nieuwe economie. En daar is dan uitgekomen dat de winnaar van de stad van het jaar van de gemeenten Ommen en van de gemeente Hardenberg is WAVerlichting. En dan hebben wij gekeken en geoordeeld op basis van de criteria. En ik noem ze maar even waaruit we de winnaar hebben gehaald. En dan gaat het over innovatiekracht. Dan gaat het over toch ook groeipotentie opnieuw. Wat is de schaalbaarheid, wat is de groeipotentie van het bedrijf. Het concept. Betrokkenheid van medewerkers. Innovatiekracht van personeelsbeleid. Doelstellingen, hoe zijn die neergezet? Hoe strak wordt daar de hand aan gehouden? En dan zijn wij tot de conclusie gekomen als jury dat de winnaar is geworden Wilpe.com.